Hey, even Matthijs van Nieuwkerk. Hij mocht toch niet aan de bak vanwege Frederike Leeflang, NPO-voorzitter. Wat vind je ervan toen je dat las? Dat ze hem toch nog een beetje even in het, de kast heeft laten zitten? Ik zou wat dingetjes afwachten. Zij zei ook onderzoek afwachten. Ja, tuurlijk. Moet er een veilige omgeving komen. En hij moet zelfreflectie tonen. Dat is belangrijk. Heeft hij gedaan, toch? Ja, inmiddels heeft hij dat zeker gedaan. Een stuk, ja. Heeft hij wel... als ik hem was en ik zou dat verhaal lezen... Die mevrouw komt van de Zuidas. Nou, die arrogant, die straalde zo ook uit. Ze heeft de hele woke-gemeenschap weer optimaal bediend. Als ik dit als Matthijs zou lezen... dan zou ik van mijn leven nooit meer een stap binnenzetten... bij de publieke omroep. SBS6, toch? Ik heb ook zo'n idee. Ja, wat denk jij, Rutger? Want onze Frans heeft het achter de schermen al lang geregeld. Laat dat maar aan Frans over. Ja. Nou, ik heb hele andere verhalen gehoord. Namelijk dat Matthijs van Nieuwkerk er al lang uit is bij de publieke omroep. En dit interview wat er vandaag in de krant stond... wat ik overigens ook nogal hotain vond... het gaat over... ik heb bepaald in mijn eentje dat hij niet meer... Ik denk dan, waarom zeg je dat in een krant? Ja. En nu blijkt ook dat dat interview dus alleen maar voor de bühne is... want het is al lang beklonken. Hij heeft al afspraken met Omroep Max... en daar gaat hij gewoon naartoe. Maar... Dus gaat met André van Duin samen, gaat hij die boot zitten? Ja. Andréetje. Nou, of dat taartenbak, hè? Jannie erbij. Lekker man. En Jan zelf natuurlijk. Jan presenteert het. Jan presenteert alles. Ja. Hier is Matthijs van Nieuwkerk. Oh, ik doe het zelf wel. Wacht, EHBO-postje in de buurt, voordat er een omvalt. Ja, dat vallen elke dag oudere mensen om, hè? Zeker. Maar ja, bij Poont zouden hem dus ook graag willen. Ik weet, dat Dominique zei ook bij onze voorzitter... maar ik wil best het gevecht met mevrouw Leeflang aangaan... als hij niet bij de publiek omhoog. Het is totale waanzin dat hij... En je kan zeggen, ik moet even wachten. Maar hoe lang moet je wachten? Weet je, het is... Hij heeft dus... Ja, dat onderzoek, hè? Dat is het steeds... Nou ja, dat onderzoek gaat eigenlijk helemaal niet over personen, heb ik begrepen. Dat gaat over een cultuur. Nou ja, als het over personen gaat, dan heeft Matthijs echt wel al zijn portie gehad. Ja. En hij heeft ook daar iedereen reflectie... gewandeld. Nee, maar hij heeft daar reflectie op getoond. Hij heeft daar... Ik bedoel, het is hoor en wederhoor. We weten allemaal dat het niet goed was. En op een gegeven moment moet je dan tot door. Je moet toch verder kunnen? En dan iemand daar zegt van, ja, ik heb hem er bewust afgehouden. Ja, ik vind dat... En we hebben het ook niet over de eerste, de beste, vind ik. Nou, niet dat dat nou uitmaakt als je je misdraagt. Want dat mag niemand. Maar ik vind wel dat je op een gegeven moment... als iemand daar spijt voor betuigt... dat we met z'n allen moeten... Hij is nogal door het stof gegaan. Maar zou John de Mol nou niet schikken? Die denkt, ik heb die Frans Klein binnengehaald. Die Matthijs... Nou, daar zit John behoorlijk mee in zijn maag met die kleine dreumes. Die denkt, die ook. Hoe nu verder? Ja, die is alleen maar gehaald om Matthijs van Nieuwkerk hier naartoe mee te nemen. Dan kunnen we wel eens... Kijk, de buitenwereld heeft wel eens klachten over de Mol... want daar deugt van alles niet aan. Maar je zult zo'n trut hebben die nou de NPO leidt... die daar met een arrogant toontje... Je vond geen goed interview, heb ik de indruk. 2 pagina's werden volgekotst met arrogante... Amsterdamse cretologie. Ik vond het echt weerzinwekkend om te lezen. Weet je wel, Ongehoord Nederland kreeg ook weer een veeg uit de pan natuurlijk. Ja, dat begrijp ik ook niet. Nee, maar wat de woke-gemeenschap wil, dat verkondigde zij. Ik vind ook niet dat je als NPO of ook niet aan de politiek moet vragen... om een omroep te verbieden. Ik vind dat zulke waanzin. Je hebt zoveel meer instrumenten om met een omroep in gesprek te gaan... van, joh, wat jullie doen, dat lijkt te veel op journalistiek. He, daar kun je best over hebben. Daar moeten we een andere vorm voor vinden. Nou. Ja, ik vermaak me kostelijk met dat ongehoord Nederlands. Ja, nou ja, het is net debiteurenkrediet. Ze hebben geen humor ook. Totaal geen humor. Ja, ze zijn overtuigd, hè? Ja, ze zijn echt... Ja. Ze nemen zich bloedserieus. En die kast gestrekt, dan steeds een nieuw pak uit de kast. Ja, dan met een petje op. Hoe kop je dat pak, denk je dan weer? En dan zit hij zo zonde. Ja, hij gaat maar door dan ook, hè? Arnold, ja.